briefje. En even een slokje water. Meneer Cohen, bent u wel eens beroofd in Amsterdam? Nee. Nog nooit? Nee. Maar vrienden, kennen ze misschien? Jawel. Veel? Nee. Wat is er dan gebeurd? Ik herinner me een keer een vriend die ergens bij een tramhalte stond. En daar met een mes geconfronteerd werd. Ja. En beroofd? Ja. Van wat? Weet ik niet meer. Nee. Voelt u zich veilig in Amsterdam? Ja, ik wel. De meeste Amsterdammers niet, hè? Nou, dat weet ik niet of het de meeste zijn. Maar er zijn wel veel die zich niet veilig voelen. Ja. En ik bedoel, als het al gaat over 20%, dan vind ik dat al ontzettend veel. Dan is het alleen op de 5. Ja. En er zijn ook heel veel Amsterdammers die geconfronteerd worden inderdaad met die misdaad. Hoe komt het eigenlijk dat er zoveel 1 op de 4 wordt geconfronteerd of wordt slachtoffer van een misdrijf? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt omdat er dus blijkbaar veel van dat soort misdrijven gepleegd worden. Ja. Bij uw aantreden vorig jaar heeft u gezegd, ik ga dat veelkoppige monster, de criminaliteit, aanpakken. Wat heeft u gedaan afgelopen jaar? Nou, dat klinkt wel weer flauw, maar zo is het wel. Maar er is nog eens een keer heel flink in verdiept. Met de politie daar veel over gepraat. En daar ook plannen gemaakt met de politie van wat je nou wel en wat je nou niet aan moet doen. Ja, wat is er concreet gebeurd vorig jaar? Waar bent u trots op? Nou, ik ben nog niet op zoveel trots, want ik vind nog steeds dat de aantallen waar het om gaat veel te groot zijn. Ja. Dus zover is het nog lang niet. Waar we nou mee bezig zijn is wel met het maken van, ja, wat moet je daar nou aan doen? En het gaat inderdaad om een veelkoppig monster, wat je dus ook op veel verschillende manieren moet aanpakken. Ja, daar had hij het ook weer over tijdens uw nieuwjaarsrede dit jaar. Toen had hij het over een optredende overheid. Wat bedoelde u daar precies mee? Nou, we hebben tijdlang in de afgelopen decennia hebben we het gehad over een terugtredende overheid. Hè? Toen vonden we het dus in de jaren daarvoor van de overheid die doet allemaal veel te veel. Maakbare samenleving en wat komt er nou van terecht? En moet je nou eens zien, als die overheid het doet, dan komt er niks van terecht. Dus laat het nou over. Nou, dat hebben we in de afgelopen jaren gezien. Afgezien van een aantal dingen waar ook wel weer succes te boeken was of leek. En je ziet nu ook wel weer dat het goed is dat de overheid een aantal dingen weer wel gaat doen. Of op een aantal dingen beter gaat doen. Ja. Dus daar heb ik op gedoeld. Dit vind ik dus nog steeds ontzettend vaag. Dus ik wil dat even met u concretiseren. Laten we dat doen met het Sloterparkbad. Het Sloterparkbad, het is voor de kijkers denk ik een zwembad in West. Dat geterroriseerd is door een groep jongeren uit West. En zo erg zelfs dat het zwembad moest sluiten. Dat zwembad is op een gegeven moment, daar zijn hekken omheen gekomen. Er is nu nog steeds niet genoeg geld om dat helemaal op te knappen. Dat is gedeeltelijk nog steeds dicht. Ik denk dat dat een falend beleid is. Ja, en je ziet dus tegelijkertijd ook dat het op het veelkoppige monster wat erin zit, laat dat ook zo aardig zien. Prachtig zwembad, net open. En als je daar nou nog een keer met de ogen van de veiligheid doorheen kijkt, zie je dat het ook niet goed gebouwd is. Dat je daar dus veel beter op kan letten dan dat je het anders zou moeten bouwen. Dat betekent dus nu dat het verbouwd moet worden, dat er weer een hoop geld bij moet komen. Dat er dus dat geld op de een of andere manier nog bij elkaar gehaald moet worden. Nou, dat lukt dus niet 1, 2, 3 en dan blijft het een tijdje dicht. En dat geeft dus een verschrikkelijk gevoel. Ja, nou wil ik het even weer terug met u naar die speech. U zegt een optredende overheid. Als dat Sloterparkbad dit jaar nu zou gebeuren, met die optredende overheid in uw gedachten, hoe zou u het Sloterparkbad dan anders aanpakken? Nou, wat is dan, waar zie ik dan die optredende overheid? Waar je dus al moet beginnen, is het dus anders bouwen. En dat laat ja, dat is makkelijk achteraf praten. Ja, maar daar heb ik het dus ook over. En je moet dus ook zien, maar dat, juist op dat punt kan je dus een heleboel dingen anders doen. En dat is een van de dingen waar we het dus uitvoerig ook met de politie over hebben gehad. En wat je nu ook ziet met al die misdrijven die niet op te lossen vallen, dat zijn er zoveel dat zelfs als je politie en het hele justitiële apparaat uitbreidt, dat er dan nog, zelfs als dat verdubbelt, als ze in dubbele aantal gevallen wat er is, dat ze dat wel kunnen vervolgen en berechten en de hele mikmak, dan nog blijven er ontzettend veel gevallen over die je niet kan achterhalen. Wat je dus moet doen is even aan de voorkant gaan zitten. En daar bedoel ik dus mee, hoe kan je nou voorkomen dat er een aantal misdrijven gepleegd worden? Nou, dat is bij het Sloterparkbad, dat is anders bouwen. Dat gaat ook voor woningen bouwen van het begin af aan. Mensen daarbij betrekken van hoe kan je dat nou op een manier doen dat het veiliger wordt. Dat kan je met fietsen doen door daarbij te gaan bedenken van kan je daar geen chips in bouwen, waardoor het lastiger wordt om die dingen te gaan stelen. Dus daar valt een heleboel winst te boeken. Gebouwen, dat is één. Maar fietsen, het gaat om die sms-actie die de politie heeft gehad, hè, met die. Ja, dat is heel mooi. GSM's. Maar het gaat natuurlijk, zeker bij het Sloterpark. Ja, ik wil even bij het Sloterpark blijven als voorbeeld. Dat is mijn case study vanavond. Ja, is goed. Het gaat om in Amsterdam, ik laat het iets breder trekken, om een 100-tal jongeren.
Nee, het gaat om meer. Nou, laten we zeggen, hoeveel gaat het? Nee, nou ja, goed, dat is allemaal definitiekwesties, maar het zijn er wel veel meer. Ja. En als je het over 100 hebt, dat stond vandaag ook weer in de krant, dan is dat de zogenaamde harde kern. Je moet je afvragen of die niet ook groter is. Maar desalniettemin, relatief klein aantal. Maar wat gaat u met die jongeren doen? Of zegt u alleen van, ja, we gaan die gebouwen aanpassen, we gooien de hek omheen, nee. Een pasjesysteem, het zwembad is op dit moment nog steeds dicht? Voor die bepaalde groeperingen, ja. Nee, het is dus een veelkoppig monster. Je moet dus een aantal dingen doen. En dus afgezien van die preventie moet je dus, dus ook dan met die harde kern. Dan moet je dus, zoals dat dan heet, maatwerk. Je moet dus echt, en dat is ook de afgelopen tijd gebeurd. Ja, maar daar wordt al jarenlang over gesproken. Wat is uw maatwerk dan? Maar daar hebben we nou ook wel enige resultaten in geboet. Want als je kijkt naar die harde kern, dan zie je dat die wat kleiner aan het worden is. Dat er dus in slagen door diegene om wie het gaat. Hè, en je noemt de harde kern diegene die 3 misdrijven per jaar plegen of meer. Mm-hmm. Hè, door die heel precies te volgen en die dus ook op de huid te zitten. Zodanig op de huid te zitten dat ze bij wijze van spreken niet meer kunnen ontsnappen. En dat moet je dus niet alleen met die harde kern doen, maar dat moet je dus ook met al diegenen doen die het risico lopen om tot die harde kern te gaan horen. En dat laat dus ook weer zien dat het weer niet alleen de politie moet zijn. Dat moet dus ook in het onderwijs gebeuren. De onderwijs, dus verzuim. Dan moeten dus leerplichtambtenaren ook echt zijn die dat ook allemaal gaan volgen. Die moeten dus ook naar die ouders van die kinderen toe. En zeggen van, hoor, wist je wel dat je kinderen niet op school waren? En dan weer. Nou, en zo zijn er een heleboel van die dingen die voor een deel al gebeuren. En die denk ik veel beter met elkaar in verband moeten worden gebracht. U had het over minder gedogen, die kinderen beter in de gaten houden. Er komen steeds meer stemmen. Er was vandaag stond er ook een artikel in het Parool over detentiescholen. Wat vindt u van dat idee? Ja, nou ja, ik vind dat het allemaal wel ongelooflijk dan in de repressieve sfeer zit. En ik weet niet of dat nou alles oplost. Dus ik vind ook, daarom zeg ik ook dat je het dus veel breder moet aanpakken. Dat je dus ook in de richting van het onderwijs moet kijken, ook in de richting van het jeugdbeleid. He, ook waar we wel degelijk het afgelopen jaar ook succes mee hebben geboekt met justitie in de buurt. Dus de officieren van justitie die met de politie in de buurt zitten overleggen over al diegenen om wie het gaat. En dat dus samen doen met het onderwijs, samen met het jeugdbeleid. En dat moet je echt proberen veel meer samen te krijgen. Maar dan kom ik weer even terug bij dat Slotenparkpad. Waar is het dan misgegaan bij dat Slotenparkpad? Nou ja, op een aantal daar heeft de bevolking met open mond naar zitten kijken. Ja, dat begrijp ik. 20 jongeren. Ja, nou het zijn er denk ik meer. Maar ongeveer. Ja, tegelijkertijd is dat ook... Die daar bezig zijn. Ja, maar goed, tegelijkertijd is... En dat maakt het dus nog weer een stuk ingewikkelder. Dat is niet iets wat van de overheid is, dat Slotenparkpad. Het is gewoon een particuliere... Het is op een gegeven moment openbare orde, neem ik aan. En dat is uw pakkejaan. Ja, maar dat is het op... Maar je kan aan tegelijkertijd ook weer niet gaan zeggen... wij gaan nou in dat Slotenparkpad vervolgens uitsluitend maar politieagenten posteren. Dat kan je ook niet doen. Wat je misschien wel moet doen, en dat laat ook weer zien dat het niet alleen maar een kwestie is van de politie, dat je dus ook meer mensen in de openbare ruimte moet zetten die een beetje op wachten. He, dus, u wilt eigenlijk meer blauw op straat, hoor ik. Want ik hoor... Niet alleen blauw, maar nou, bijvoorbeeld dus misschien daar. Maar in ieder geval ook in het openbaar vervoer. Op alle trams en in alle metro's controleurs. Zorgen dat mensen daar niet zonder kaartjes in zitten. En op die manier ook dingen tegenhouden. Ja. Dat is wel repressief beleid, lijkt me. Nou, tegenhouden is geen repressief beleid. Repressief is als er iets gebeurd is en als je dan optreedt. Wat ik graag zou willen is dat je zoveel mogelijk voorkomt. Ja. Hoeveel geld heeft u daarvoor nodig voor Amsterdam? Dat weet ik niet hoeveel het is. Wat mij betreft is het wel een van de dingen die straks bij het nieuwe college onderhandelingen aan bod moeten komen. Zo goed als ze, naar ik stellig hoop en er ook van overtuigd ben, dat ze bij de onderhandelingen van het regeerakkoord ook aan bod moeten komen. Ja. Dat is niet alleen maar een kwestie van gemeentes, het is ook een kwestie van het Rijk. Maar wat vraagt u dan daadwerkelijk aan de Tweede Kamer? Of aan de regering? Nou, er is al een heleboel. Er is wat dat betreft al een heleboel gebeurd ook in de afgelopen jaren. Het aantal politieagenten is fors toegenomen. Er liggen nu ook plannen. En er is ook geld voor gereserveerd om dat aantal politieagenten nog fors te laten toenemen. Dus wat dat betreft betekent dat ook al dat er op die manier al sprake zal zijn van een meer optredende overheid. Ja. Als u nu iets anders gaat doen. Wat kunnen wij dan verwachten als Amsterdammers? Wat is er dan veranderd in de stad ten aanzien van de criminaliteit, bestrijding? Wat wilt u achterlaten? Nou, ik hoop een veel veiliger stad.
een stad in veiliger in die zin dat mensen zich ook dat ze zich niet benauwd voelen om de straat op te gaan. Dat er dus ook veel minder sprake is van dat soort, ja, vaak niet eens ontzettend grote criminaliteit, maar wel criminaliteit waardoor je je onveilig voelt. Dat is het beroerdste wat er is. Stop, einde, fin. Dat was Tjitske. Simon Vinkoog gaat op zoek naar de mens in of achter de burgemeester. Of voor, of in zijn gezicht. Ja. Want je kunt onder de indruk zijn van wat een burgemeester natuurlijk allemaal op zijn bord krijgt. En heel veel respect ook hebben voor al die aangelegenheden waarmee hij te maken heeft. En in uw loopbaan is dit natuurlijk toch wel een van de meest interessante dingen die je kunt meemaken. En veel Amsterdammers vragen zich met mij af, u neemt zo'n taak op zich. Dat is toch meer dan plichtsbetrachting. Hebt u een soort kracht achter u? Het woord bezieling. Is dat u vreemd? Ja, dat zijn de vragen die wel met enige regelmaat gesteld worden, waar ik nooit zo verschrikkelijk goed raad mee weet. Nee, maar u mag niet zeggen wat u zeggen wil. Dat is het hem juist. Dat is het hem juist. Maar dat gebeurt zo weinig met ambtsdragers. Nou, kijk, als ik kijk naar wat ik in mijn leven gedaan heb, dan constateer ik dat ik eigenlijk heel veel en al heel jong ook in bestuurlijke functies terecht ben gekomen. En ik merk ook dat het soort functies zijn waar ik goed in gedijt, die ik leuk vind om te doen. En waar ik ook, denk ik, in toenemende mate ook wel in gegroeid ben. Ja, maar als bestuurder, dat is het goede beheer en u werkt samen in een college met wethouders die het onderling nog alles moeilijk hebben. U bent toch meer dan een mediator alleen. Besturen zit er ook het woord sturen in. Oriënteren en richting geven. Ja, en ik denk dat bij mij een niet onbelangrijke rol speelt is dat ik heel goed om mij heen kijk. Om te kijken wat er op een gegeven ogenblik nodig is. Ja, mag ik u vragen? Je doet dat als schrijver, maar doe je dat als burgemeester ook naar binnen kijken? Van je soms afvragen, waarom doe ik wat ik doe? Wie ben ik zelf? Of is dat te moeilijk als vraag? Of stelt die vraag zich niet? Jawel, die stelt zich wel. En daar weet ik ook nooit zo goed het antwoord op. Nee. En toen ik op een gegeven ogenblik wegging als staatssecretaris van Onderwijs, dat was in 1994, toen is er een klein bundeltje verschenen. En dat heette dat ik een betrokken beschouwer was. En ik vond dat eigenlijk wel erg goed gekomen. Ja. Maar betrokkenheid, dat is een soort engagement. Je bent ergens bij betrokken. Bij de barmhartigheid, bij de standvastigheid, bij de edelmoedigheid. Barmhartigheid houdt bijvoorbeeld niet in dat die vader mag komen bij het huwelijk. Dat is natuurlijk toch ook wel een gewetenskwestie. Een huwelijk is toch niet eigenlijk volledig als de vader van de bruid er ook niet is. Maar goed, dat is natuurlijk, wat dat betreft zijn er altijd keuzes te maken. En, en over heel veel dingen heeft de burgemeester niets te zeggen, want die is natuurlijk ook maar. Zoals deze. Maar tot jezelf komen, dat houdt in iets met inkeren, iets als mediteren, tot stil te komen, even echt absoluut niets aan je hoofd hebben. Komt het wel eens voor? Nou, dat komt niet zo heel veel voor, denk ik. Nee. Vind ik ook niet zo erg. Vindt u niet zo erg? Nee. Het moet voortdurend gevuld zijn? Gevuld, maar ik ben wel haast altijd met iets bezig in mijn hoofd. Ja, reflectie, ja. Maar een van uw voorgangers, die mij gehuwd heeft, heeft een heel mooi boek geschreven, Het Verhaal, waarin hij uit de doeken doet hoe die is geworden, wie die is geworden. Ik weet niet of je het boek gelezen hebt. Het is een ontroerend boek. Ja. Ja. Zou u zelf in staat zijn zo'n ontroerend boek te kunnen schrijven? Nou, dat dat weet u nog niet? Nee, en ik denk het ook eigenlijk niet. Nee. Nou vind ik ook, dat was ook een prachtig boek. Het was ook, het liet ook, ik bedoel, maar Ed van Tijn heeft natuurlijk ook met name in zijn jeugd ook de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ja. En dat boek had daar ook erg veel op betrekking. En juist voor zover het daarover ging, was het een prachtig boek. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb er natuurlijk zelf ook wel eens over nagedacht. Wat ik voor mijzelf heel belangrijk vind, dat is dat ik mensen in staat kan stellen om datgene te doen waar ze goed in zijn. En dat klinkt, weet ik wel, erg onbevredigend, want het lijkt alsof of ik daar zelf allemaal niks mee te maken heb. Maar ik denk toch dat dat een hele belangrijke reden is. Is dat ook een positieve instelling? Ik ben een ongelooflijk optimist, ja. Ja, maar u weet ook wat voor rampen de mensheid en niet alleen de Amsterdammers en wat er allemaal niet over ons nog. Is een mens überhaupt in staat om met alle onzekerheden rekening te houden? Nee, maar dat is geen reden om toch niet om geen optimist te zijn. Nee. Ja, dat ben ik wel, ja.
En ik weet het ook wel, in de tijd dat ik bij de universiteit werkte, waar ik lang heb gewerkt en waar ik als rector magnificus ben geweest. Hè, als aanvoerder van de hoogleraar. En wat ik daar toch een van de mooiste dingen vond, dat was dat ik degene waarvan ik het gevoel had dat die echt goed waren in hun vak, in onderwijs en onderzoek, om die de gelegenheid te geven om dat ook goed te doen. Ja. En daar waren ze eigenlijk ook wel blij mee. En was dat op alle gebieden? Want speelt in uw leven de kunst een rol? Jawel, ja. En kijk, ik las gisteren van, je hebt mensen die denken en mensen die zich amuseren. Maar ik dacht, je kunt je ook denkend amuseren. Je kunt zowel entertained worden als genieten. Genieten, ja. Is ook weer zo'n woord waarvan ik je afvraag. Hebt u tijd om ook te genieten? Jawel hoor, dat lukt heel goed. Ja. 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 Hoe? Nou ja, om de eerste... Passies, hobby's? Ja, een voorbeeld te noemen. Ik ben, was het trouwens erg leuk, vorige week in Parijs geweest op uitnodiging van mijn collega-burgemeester daar. En ik heb daar een fotomuseum bekeken met een prachtige fototentoonstelling. En daar heb ik werkelijk een paar uur vol genot rondgelopen. Ja. Terwijl ik niet ontzettend geïnteresseerd was in fotografie. Want ik moet zeggen, als ik zo'n tentoonstelling die veel over oorlogen ging, met schrijnende ja. beelden, maar die zo ontzettend veel laten zien. En daar word ik dan wel door geraakt. Muziek ja. ben ik... ik heb ja. in de tijd dat ik in Maastricht... Dat heb ik veel bestuurd in de moderne ja. muziek. De moderne muziek zegt zoiets? Dat zegt me wel wat. Zijn er componisten die u bij naam kunt noemen? Of, zijn het de atonale? Is dat toch meer de... Nou ja, die atonale muziek ben ik in toenemende mate mooi gaan vinden. Ja. Door ernaar te luisteren. En jazz? Of waar uw kinderen naar luisteren? Daar heb ik... Weet u niet? Wat daar weet ik, jawel, ik weet wel waar ze luisteren. Waar luisteren ze naar? Ja, mijn zoon die drumt en ik ben zo verrekte slecht in namen dat ik er even niet op kom. Maar dat is, moet ik zeggen, niet mijn voor, nee. zal ik maar zeggen. In Parijs hebben ze aan jonge kunstenaars een heel museum gegeven, het Palais de Tokyo, om mee te doen wat ze willen. In Amsterdam wordt er gedacht over broedplaatsen voor jonge kunstenaars. Hebt u daar ook een betrekking mee of een relatie? Nou, ik vind dat heel goed dat gebeurt aan de ene kant. Aan de andere kant heb je ook al voortdurend het gevoel dat, hoe akelig dat ook klinkt, het kunstenaars ook alweer tegen de stroom op moeten. Ja. Dus je moet het ook weer, hoe flauw dat en tegelijkertijd zijn het vaak pioniers ja. En luiden ze alternatieve richtingen in die ja. dan op een gegeven moment ook weer aanvaard worden. Ja. En Jan van Lieshout, die in Rotterdam een heel stuk van de Maashaven tot zijn beschikking kreeg, toen het eenmaal bezig was, toen kreeg je te horen met allerlei diensten en de belasting kwam langs en de milieudienst kwam langs. Want u hebt in Amsterdam ook dit soort moeilijkheden. De Odeon neem ik aan, met die afzichtelijke brandtrappen ja. over het Singel. Ja, moet u niet kiezen. Weg voor de route? Als die brandtraf vandaag ja. weg moet, dan moet Odeon ook dicht. U bent die route wel aan het opknappen, geloof ik, hè? Nou ja, aan het opknappen. Een van de problemen waar je wel tegenaan loopt met Odeon is dat het een prachtig gebouw en het zou fantastisch zijn. Maar er was geen 900 mensen in? Nee. Dat is het probleem. U weet wat er vroeger de Odeonkelder zich afspeelde? Dat weet ik zo'n beetje. Hebt u gehoord van uw homohuwelijke mensen? Dat was vroeger dus een... Ja, ja. Ja, ja. Er zijn duizenden dingen te vragen natuurlijk. Ja. Ja. Maar u geniet van het leven. U hebt plezier in het leven, u weet wat u doet en u weet waarom u het doet en u hebt er plezier in. Ja, ik vind dit voor mij, dit is een van de allermooiste banen die voor iemand als mij op mijn weg zouden kunnen komen. Ja. Ja. Want als Amsterdammer heb je natuurlijk niets liever dan iemand die ook van die stad houdt. Ja. En waarom houdt u van die stad? Ja, dat is echt de allermakkelijkste vraag. Ik denk toch dat het in de mensen zit. En dat is ook waarom ik me vanaf het allereerste begin eigenlijk naadloos in heb thuis gevoeld. Het is het soort onbevangenheid, wat brutaliger wat erin zit. Voor een deel ook ongepolijste. Ja, dat vind ik mooi, de humor die erin zit. Ja, mokum. Ja, mokum. Ja zo kan je het ook zeggen. Het ja. nieuwe Jeruzalem, ja. voor het rijt open naar alle... Ik denk dat we binnen de tijd zijn gebleven. Ik dank u hartelijk voor deze 10 minuten. Ja, kom er maar uit, Simon, dat mag. Want als je binnen de tijd bent gebleven, heb je gewoon geen bonuspunten. Maar kom maar gauw terug. Margaliet Kleiweg gaat nu de islam als brug naar het Westen bespreken met Job Cohen. Uw nieuwjaarstoespraak. Veel geciteerd, maar een beetje onderbelicht. Nou, maar ik heb nog niet alles over gezegd, volgens mij. Dat klopt. Want een van de dingen die aan bod kwamen was
dat u hebt geconstateerd dat sinds 11 september... de kloof tussen moslims en Nederlanders heel duidelijk en zichtbaar is geworden. En een van de medicijnen die u daarvoor hebt bedacht in de speech... het meer betrekken van religie bij, als brug naar het Westen... het zorgen dat religie een bindmiddel is, dat is het, dat zou je zo kunnen gebruiken... De imams in de moskees, kan ik u vertellen, prezen Allah voor zo'n begripvolle burgemeester. Eindelijk iemand die wist hoe het zat. Eindelijk iemand die hun ging helpen. Maar de intellectuelen, of sommige daarvan, Evie Menko, Elsbeth Etty, Koen Koch, met name Elsbeth Etty, zei, hij is gek geworden. De burgemeester, ik dacht dat het een goede, verstandige, intelligente, man, verstandige, rationele, rustige man. Hij is gek geworden. Wat erg. Bent u gek geworden? Nee, ik geloof het niet. En ik weet ook niet of je onmiddellijk die relatie moet leggen tussen 11 september en. Ja, dat doet u namelijk ook in die. U doet het in de reden. Laten we het daar niet echt over gaan steggelen. Want het ging mij niet alleen maar over de islam. Het ging mij even hard over al die religieuzen. Nee, zo moet ik het niet zeggen. Al die geloven en die gelovigen die bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost zitten... die daar in kleine kerkjes zitten... die daar hun allereerste aanknopingspunt vinden in het dagelijks leven. En voor wie die kerk, en of het nou de kerk of de synagoge of de moskee is... maar die daar een eerste aanknopingspunt vinden in die nieuwe omgeving... waar ze in terecht zijn gekomen. En het gaat mij helemaal niet om die imam. Want die imams, dat zijn vaak diegenen die helemaal niets ook nog van onze samenleving afweten. Maar waar het me wel om gaat, is dat daar sprake is van sociale bindingen... van mensen die in onze samenleving nog onvoldoende wortels hebben. En nou kan je twee dingen doen. Nou kan je zeggen, hoor eens, dat is nou wel zo. Al die mensen zitten daar in al die kerken en in die moskeeën en waar dan niet. Maar wij hebben een scheiding tussen kerk en staat, dus wij trekken ons daar niets van aan. En wij maken wel onze eigen structuren waarin we zorgen dat die mensen worden opgevat. Of je zegt, laten we nou dat serieus nemen, dat die mensen die geloof hebben, dat geloof hebben. En laten we kijken of we die bindingen die daar zijn, die sociale bindingen die daar bestaan, of je die niet op de een of andere manier kan gebruiken. Maar het gaat om de manier waarop ze in Nederland verder hun plek kunnen krijgen. Goed. En daar wil ik dus ook niet mee zeggen, want dat is ook nog weer gezegd, van dan moet iedereen dus opeens kerkelijk worden. Nee, natuurlijk niet. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar diegene voor wie die kerk... of de moskee, of de synagoge, een belangrijke en vaak de belangrijkste plek is... laten we daar nou goed naar kijken. We hebben kort, ik wil het simpel houden. De kerken in Zuidoost, tot uw dienst, dat zijn vaak gemengde kerken. Die zijn al heel lang, die hebben een basis, veel meer dan de moskees ook. Die had ik dus ook bedoeld. En dat staat er ook in, maar oké. We gaan toch steggelen. Nee, terwijl we dat eigenlijk niet willen. Nee, want ik wil maar één ding van u weten. Okay. En dat is... Hoe ziet u dat voor zich? Ik wil toch eventjes de moskees wel benadrukken. Want het heeft wel een relatie naar mijn idee met 11 september. Waarom zouden we er flauw over doen? En dat is de groep waar het moeilijkst mee gaat, die integratie. Daar zijn we het ook over eens. U hebt het idee dat u wat te bieden hebt daar... Ik bedoel nu niet een mak met geld of kraaltjes en spiegeltjes. Maar ze legt nergens uit wat dan. Dus iedereen valt over u heen van wat is die man aan het doen? Maar u zegt niet, wat gaat er gebeuren? Gaan de imams betaald worden? Nee, hoe kom ik erbij? Maar ik heb het helemaal niet eens over imams. Waar ik het wel over heb... Als je het dan over moskeeën hebt, en vind ik prima... Ja. Dan heb ik het ook over degenen die die moskeeën leiden... Dus de besturen van die moskeeën, dat zijn dus ook de aanvoerders daar in die samenlevingen. En die aanvoerders die vind je dus daar. En die vind je niet in alle mogelijke andere raden die er mogelijkerwijs zijn. En daar wil ik wil dus graag met die aanvoerders, met die besturen, wil ik het met ze over hebben. En om eens iets te noemen waar ik het met ze over wil hebben, is over de wijze waarop zij tegen homoseksualiteit aankijken. De wijze waarop zij aankijken tegen vrouwen en vrouwen. Maar is dat het eerste waar zij op zitten te wachten, denkt u? Nou, dat weet dat ik niet. Dat de burgemeester binnenkomt. Maar daar zit ik wel op te wachten. Waarom? Omdat dat belangrijke elementen zijn van onze samenleving. En omdat je juist ook op die punten ziet dat daar enorme werelden van verschil zitten. Oké, maar ik zie u al binnenkomen lopen. Goedemiddag, heren. Het zijn toch heren. Ja. Fijn dat ik hier ben.
Wat vindt u nou over homoseksualiteit? Dat is toch niet een bindmiddel? Maar dat is... U moet toch eerst van hun weten, waar staan jullie, wat willen jullie, wat kan ik, wat kan jij? Ja, nou, dan is dat ook een plaats om dat te weten, van waar staan jullie en wat doen jullie en wat vinden jullie daarvan? En hoe zie je dat in onze Nederlandse samenleving? En als je dat dan doet, zodra je dus de vraag stelt van hoe zie je dat in onze Nederlandse samenleving, dan komen die vragen die ik net noemde ook aan de orde. Het kan dus ook dat u bij een bestuur komt die helemaal niets van u moet hebben. Hè? Ik stel me even voor een bestuur van een moskee als in Eindhoven. Waar twee jongens naar Kashmir zijn afgereisd. Om daar, we weten het nog steeds niet precies, maar dat is toch iets waarvan we hopen dat het in Amsterdam niet zal gebeuren. Dat kan je ervan zeggen. Oh, maar er zijn vast ook moskeeën in Amsterdam waar dat ook zo is. Ja, dus hoe stelt u het zich voor? Nou, het minste wat je dan, het slechtste wat ik dan vind om te zeggen, is daar hebben we niks mee te maken. Zoeken jullie het nou maar uit daar in je eigen hockey. Niemand die zich er iets van aantrekt. En dan over een paar jaar, of zoals we het net een paar maanden geleden hadden, kom je opeens tot de conclusie dat daar de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Nou, dan wil ik dat maar liever meteen weten. En dan wil ik daar, als het even kan, daar wel graag over praten. En, dat is dus ook precies wat ik dan ook wil. Juist omdat daar grote groeperingen zitten. Ook weer niet, lang niet alle moslims die zitten daar niet. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar daar zitten er een flink aantal die daar hun belangrijkste sociale contacten hebben. Wat ik denk dat je als burgemeester moet doen, is weten waar die sociale contacten zitten en daar wat mee doen. Maar wat hebben zij daar aan? Op een gegeven ogenblik deel uitmaken van deze samenleving. Maar als ze dat niet willen? Ja, dat is een goede vraag. En dat is een vraag waar u ook al een tijd achteraan zit. Van waarom zou je dat nou niet willen? Als je wel naar Nederland komt en dan vervolgens maar net doet alsof je hier niet woont. En uiteindelijk, in de volgende generatie, zie je dat ook wel steeds beter gaat. Maar ik zou daar wel graag, en ik geloof ook dat ik er een beetje voor ben, daaraan willen bijdragen. Maar wanneer gaat u daarmee beginnen dan? Ik bedoel, we praten er nu over. En het kan dat ik u over 3 jaar weer spreek en dat u er nog steeds even... bij betrokken bent, maar dat er nog niet veel is gebeurd. Want het is heel moeilijk wat u wil. Ja, zeker. Maar ik ben in ieder geval blij dat u het niet met me eens bent... dat ik nu meteen begin te zeggen van wanneer begin je er nou eens een keer aan? Dat is winst, vind ik maar even dan. Hoezo? Nou ja, daarnet riep u nog van wat wil je nou in godsnaam? Nou, heb ik uitgelegd. Nu zegt u prima. Nou, dat is binnen. Okay, goed, winst. Dat is binnen, ja. Nou ja, en dat, wanneer ga je eraan beginnen? Daar ben ik al een tijdje mee bezig om dat op die manier te proberen. En dat is allemaal niet zo makkelijk. En daar hebben we het ook wel eens een keer eerder over gehad. En iedereen die daarbij behulpzaam kan zijn, die is graag welkom. Het is dus zoeken van contacten. En daarbij dus vooral ook niet die sociale verbanden vergeten waarvan je ziet dat die gewoon feitelijk bestaan. Daar gaat het om. Dat begrijp ik niet. Nou, ze zijn er, die sociale verbanden. En die spelen zich af binnen, in een aantal gevallen, binnen moskeeën, binnen kerken. Zoek ze op en ga daar ook mee praten. Ook daar zitten leiders van die groeperingen. En ik denk dat het van belang is om met die leiders in contact te komen. En daar ontbreekt het ons te veel aan. Aan het er naartoe gaan? Nee, ja, ook. En dus ook aan de contacten. Want dat bedoel, het is zeker winst dat ik zeg van God, u gaat ergens naartoe. Maar dan vervolgens is het nog volstrekt onduidelijk wat je daar gaat doen. Je gaat er praten met mensen. Wat zijn jullie van plan? Wat vinden jullie van homoseksualiteit? En krijgen de vrouwen bij jullie misschien ook een klein kansje. Maar het blijft natuurlijk Is goed, ga maar door. Nee, dat een klein kansje, ja, is goed. Maar dat is toch ook iets wat u ter harte gaat? Je neemt maar zo'n klein kansje, daar had ik het niet over. Dus oh, maar zeg ik. Ja, nee, daarom zeg ik ook, het is goed. Ik vind dat genoeg, klein kansje. Nee, daarom zeg ik ook, het is goed. Ja. Nee, maar ik heb daar niet hele vastomlijnde ideeën over. Maar wat ik van belang vind, dat is dus dat centrale punt. Je ziet dat er een heleboel, dat bij grote groepen die kerkelijke binding een centrale rol speelt in hun dagelijkse leven. Dan denk ik dat je daar ook als overheid niet moet zeggen van hoor eens, dat is nou toevallig de kerk, dus bemoei ik me er niet mee. Het is wat mij betreft een belangrijke ingang. Niet de enige, maar het is er één. En laten we die dan ook erkennen en gebruiken. Hoe kunt u zich daarmee bemoeien? Het bemoeien kan tot dat... Naartoe gaan. Ja. Roepen van horens, mag ik een keertje komen? Komen jullie een keertje bij mij? En gaan we er eens een beetje verder praten. Dus wat vindt u van Elsbeth Etty, die u zo aanpakt? Ja, ik vond dat niet zo'n erg sterk stukje. Ik vond het niet zo sterk. Want? Ja, ik was het er niet. Ik was nou op geen punt waarvan ik dacht van, daar zit het begin van gelijk in.